Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering probeert zo goed mogelijk beleid te voeren. Registratiewebsite voor aanvragen domeingrond een feit. Staatsfinanciën zijn onder controle en worden goed beheerd. En coördinatieteam COVID-19 vaccinatie heeft waardevol werk verricht. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi probeert de regering op een zo goed mogelijke wijze beleid te voeren. Het tweede zittingsjaar van de regering is voorafgegaan door 14 maanden van hard werken, inzet en betrokkenheid. Tijdens een persconferentie op maandag 4 oktober zei het staatshoofd dat bij het voeren van beleid ook duidelijk wordt wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. De regering kiest niet voor schijnwelvaart, maar voor serieus beleid en het treffen van maatregelen voor een goede toekomst. We hebben net onze jaarrede gehad in het parlement. Daarover ga ik straks wat korte opmerkingen maken. Maar daarmee hebben we dan ook ingeleid het tweede parlementair jaar van ons. En natuurlijk is dat vooraf gegaan door 14 maanden van hard werken, inzetten, betrokkenheid van ieder. En ja, in die 14 maanden, met name juli 2020, hebben we regeerverantwoordelijkheid overgenomen op basis van een campagnevoering, zware campagnevoering, om één, het beleid van de zittende regering af te wezen, maar tegelijkertijd nieuw beleid te introduceren. En met die energie ga je, met die intentie ga je, met ook die belofte die je gemaakt hebt, ga je regeren. En dat probeer je op een zo goed mogelijk wijze te doen. Maar dan zie je direct ook wat de mogelijkheden zijn, wat de beperkingen zijn. En daar gaat alvast dan die gap beginnen te ontstaan tussen die hoge verwachting in de samenleving en die mogelijkheid van die regering om tegemoet te komen aan al deze verwachtingen, en liefst in een korte tijdsperiode. Je hebt twee keuzes. Je kan het beleid voortzetten door te zeggen, we gaan door om geld te zoeken. We gaan door met lenen hier en daar waar nog mogelijk zou zijn. We gaan door met het populistisch beleid. We gaan door met overal pakketten verstrekken. We gaan door om samenleving tevreden te houden, om een schijnwelvaart voort te zetten. Dat is een optie. Of je hebt die optie van dat je daar als een serieuze regering zit, serieus beleid gaat maken en maatregelen treft voor een goede toekomst. Niet voor die volgende verkiezing, maatregelen treft voor die volgende generatie, deze generatie en die volgende generatie. Door prudent beleid, door maatregelen te treffen dat de economie weer herstelt, door maatregelen te treffen dat die koopkracht weer komt, door maatregelen te treffen dat die koers weer stabiliseert, door maatregelen te treffen dat je je schuld, die zware schuldpositie, gaat herschikken op nationaal en internationaal niveau. Door maatregelen te treffen dat we ja, met die maatregelen even pijn gaan krijgen, maar daarna bouwen we op. Daarna werken we aan stabilisatie en groei. En we hebben hiervoor gekozen, ja. We hebben hiervoor gekozen, voor die laatste. Door een serieus herstelplan te ontwikkelen, met nationale deskundigen, internationale betrokkenheid. Door dat goed te keuren het parlement en zegen te krijgen van het IMF. En dat zouden we inderdaad gaan uitvoeren met financiële injectie van IMF, met ook de financiële injectie van IDB en ook de financiële ondersteuning van de World Bank. En uiteraard, je doet hard je best om ook met jouw prudent beleid te sparen op basis van die besparing.
Dat is het traject wat we ingezet hebben. En waar staan we nu van het traject? Dat we het plan uitvoeren, maar met één inspanning, je eigen besparing. De rest is nog niet gekomen. De rest is nog in een finale fase van onderhandeling. Dat is de stand van zaken. Dat door de weinige middelen die we hebben, toch in staat zijn geweest hele strakke maatregelen te treffen, toch nog te kunnen sparen, terug te in één jaar tijd twee keer terug te geven aan de samenleving, om die koopkracht te versterken, om die senioren burgers te beschermen, om die gepensioneerden te beschermen. Dat hebben we gedaan. Omdat wij ook meeleven met de samenleving, ook meevoelen met de samenleving en ook aanvoelen bij adruk de anomamoren. Dan moeten we inkomen. En dat hebben we gedaan en dat gaan we blijven doen. De registratiewebsite voor het aanvragen van domeingrond is een feit. Op vrijdag 1 oktober 2021 viel president Chandrika Persat Santokhi de eer te beurt dit online webportaal operationeel te maken. Via gbbregistratie.sr kan elke Surinamer die ouder is dan 21 jaar zich registreren voor een stuk domeingrond. Het stemde president goed dat middels dit nieuwe systeem de regering een beter beeld kan krijgen van de behoefte aan grond. Zij kan dan ook haar beleid op deze behoefte afstemmen. Wij brengen nu het volgende verslag. We staan vandaag hier om een verkiezingsbelofte zoals eerder is aangegeven na te komen. Het streven van de regering is voor elke burger van Suriname een stuk domeingrond. Vandaag, vrijdag 1 oktober 2021, vindt de launch plaats van het online registreren voor de aanvraag van domeingrond. Dit betekent dat elke Surinamer die ouder is dan 21 jaar zich online kan registreren om in aanmerking te komen voor een stuk domeingrond. Het kunnen beschikken over een stuk domeingrond betekent investeren in jezelf. Het betekent jezelf ontwikkelen tot een volwaardige burger die een bijdrage kan leveren aan verdere ontwikkeling van het land. Vroeg kunnen beschikken over grond betekent dat je waarde toevoegt aan je bestaan. Het betekent dat je minder afhankelijk hoeft te zijn van de overheid. De regering is verplicht ontwikkelingskansen te bieden en mogelijkheden te creëren voor haar samenleving, zodat het volk zich verder kan ontplooien in het zelf ondernemen. Wij van het ministerie van GBB geven invulling aan het beleid van deze regering. Voorzitter, sorry. Jongeren, dames en heren, bent u ouder dan 21 jaar en heeft u nog geen perceel? Of wilt u in aanmerking komen voor een perceel? Dan moet u de website van GBB bezoeken en dat is gbbregistratie.sr. U kunt zich vanaf vandaag online registreren. U geeft ook voorkeur aan in welke district u een perceel wil en voor welke doel u het wil gebruiken. Het doel van het online registreren is om beter beleid te maken op het gebied van grondaanvragen. Wij zullen hierdoor precies kunnen zien welke de behoeften zijn van de burgers en in welke districten de meeste aanvragen liggen. Met deze informatie zal de regering gericht verkavelingsprojecten initiëren, zodat een ieder werkelijk in aanmerking kan komen voor een bouwkavel. Daarmee gaan we van start. Met deze ontwikkeling laat deze regering zien dat zij bereid is om in te spelen op de behoeften van de samenleving. Het zal voor velen misschien niet snel genoeg gaan, dat begrijpen wij ook. Maar wij hopen in ieder geval dat met deze vorm van registratie wij u heel veel ellende zullen sparen. Ook zal meteen te zien zijn hoeveel aanvragen een bepaalde persoon heeft of heeft aangevraagd. Het is een transparant systeem. En tenslotte wil ik zeggen dat het zeker de wachttijd voor het krijgen van een bereidsverklaring of beschikking in,
indien alle aanvraagdocumenten in orde zijn, verkort zullen worden. Ik hoop dat de totale samenleving zal helpen bijdragen aan de ontwikkeling van een transparant grondbeleid in ons mooie land Suriname. Ik dank u. De staatsfinanciën zijn onder controle gebracht en worden thans goed beheerd. Zo liet president Chandrika Persat Santokhi optekenen uit zijn jaarrede tot het parlement op vrijdag 1 oktober. Volgens het staatshoofd zal er geen monetaire financiering plaatsvinden en zal de wisselkoers vrij stabiel blijven. Verder zal er economische groei gestimuleerd worden door diepte-investeringen en facilitering hiervan in verschillende productie- en dienstverlenende sectoren. Dit zal resulteren in toename van de productiviteit, bevorderen van diversificatie en stimuleren van kleine en middelgrote bedrijven. Luistert u mee. Samenvattend, meneer voorzitter. De staatsfinanciën zijn onder controle gebracht en worden thans goed beheerd. Er zal geen monetaire financiering plaatsvinden. De wisselkoers zal vrij stabiel blijven en er zal duidelijkheid zijn over alle schuldherschikkingen. De deviezenreserves zal worden opgebouwd. De middelen van de kapitaalinvesteringen zullen verzekerd zijn. Voor zover het de multilaterale donoren betreft, het financiële systeem wordt versterkt en de inflatie zal worden verlaagd. Meneer voorzitter, wij geloven dat hiermee een goed kader wordt geschapen voor het particulier bedrijfsleven om meer te investeren en meer werkgelegenheid te scheppen, zodat de economische groei zal toenemen. En het zal leiden tot betere kansen, tot economische en sociale vooruitgang bij de burgers, door stabilisering van de prijzen. Dit zal leiden tot verduurzaming van de effecten van de macro-economische stabiliteit. Met z'n allen zullen wij echter ervoor moeten zorgen, meneer voorzitter, dat die vaccinatiegraad tegen het coronavirus flink toeneemt, zodat de economische groei niet wordt belemmerd door de COVID-19-pandemie. Wij verwijzen u naar het financiële jaarplan 2022, waarin u analyses en toelichting op de belangrijkste overheidsuitgaven en inkomsten zult vinden. In de begroting 2022 vindt u de inkomsten en uitgaven per ministerie terug. Verder verwijzen we u naar het herstelplan 2020-2022, waarin u alle maatregelen en projecten die zullen worden uitgevoerd kunt vinden. Meneer voorzitter, naast deze financiële monetaire maatregelen en hervormingen moeten we ook de economie verder ontwikkelen. Want zonder verhoogde productie zal ons bruto nationaal product verder afnemen. De economische groei zal gestimuleerd worden door diepte-investeringen en facilitering hiervan in verschillende productie- en dienstverlenende sectoren. Meneer voorzitter, dit zal resulteren in een toename van de productiviteit, het bevorderen van diversificatie, het stimuleren van klein en middelgrote bedrijven. Het Nationaal Coördinatieteam COVID-19 Vaccinatie, NCT, heeft ontzettend veel en waardevol werk verricht. Dit team is per eind september niet meer belast met de coördinatie van het vaccinatieprogramma. Deze coördinatie is overgedragen aan de regionale gezondheidsdienst RGD en de medische zending. Jafir Asin, de nieuwe coördinator van het Nationaal Coördinatieteam, wees erop dat het NCT geen vaccinaties toediende, maar wel heeft bijgedragen dat Suriname op 40% gevaccineerden zit. Ook toen het Nationaal Coördinatieteam de coördinatie deed, waren het met name de RGD en de medische zending die de vaccinaties toedienden, tezamen met de teams van de ziekenhuizen en de mobiele units, aldus Asin.
Volgens hem hebben veel zorgverleners en vrijwilligers zich ingezet om het werk te doen. De coördinator benadrukt dat de vaccinaties gewoon voortgang vinden en dat er geen verandering komt in het toedienen van vaccins. Hij laat optekenen dat veel zorgverleners zijn teruggeroepen naar hun ziekenhuizen. Deze kampen namelijk met een groot tekort aan personeel. Het is heel spijtig om te zeggen dat wij op dit moment meer personeel nodig hebben om zorg te verlenen aan mensen die ernstig ziek zijn, schetst de coördinator als in de ernst van de situatie. We komen nu in een nieuwe fase, ik zei het net ook al, we krijgen nu te maken met een andere groep mensen die zich wil of zal laten vaccineren. We hebben nu het laaghangend fruit gehad, zoals je dat dan noemt. Dat zijn de mensen die zelf actief op zoek gaan naar vaccinatie. Dus daarom konden we het doen op de manier waarop we het hebben gedaan, met grote drives, met grote locaties en de grote polies. En zoals dokter Ramotar ook zei, we gaan nu naar een fase waarin er mensen, niet eens zo verschrikkelijk veel mensen, zeggen van absoluut niet. Ik denk dat dat best meevalt. Maar er is een heel grote groep die om wat voor reden dan ook er nog niet aan toegekomen is om zich te laten vaccineren. Ze wachten op familie, ze komen er niet aan toe omdat het iedere keer net is wanneer ze van het werk komen is het dicht. Ze hebben veel vragen, ze hebben twijfels. Dus die groep moeten we op een andere manier bereiken dan we tot nu toe hebben gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat we dan de vaccinatiegraad iets hoger gaan krijgen. Maatregelen om, of interventies om dat te bereiken is onder andere de openingstijden, dus ook buitenwerktijd, elke dag alle vaccins beschikbaar en duidelijke communicatie daarover waar je daarvoor moet zijn, ook in het weekend. We gaan ook veel meer, want het bedrijfsleven dat leidt ongelooflijk. Het is bewonderenswaardig hoe zij hun hoofd boven water houden. Al anderhalf jaar lang en het personeel in dienst houden. Zij zijn ook zeer gemotiveerd om samen met ons te kijken naar manieren waarop we op de werkvloer de informatie kunnen geven. En ik ben persoonlijk niet voor het verplichten van vaccineren. Ik denk dat we dat zoveel mogelijk en zo ver mogelijk voor ons uit moeten schuiven. Ik denk dat het veel beter is om mensen goed te informeren, hun twijfels goed aan te horen en als ze dan toch niet willen, dat te respecteren. Maar ik geloof dat er, en ik weet dat er heel veel mensen zijn die puur uit praktische overwegingen of lichte twijfel zich nog niet hebben laten vaccineren. Overigens is dat heel erg triest, maar misschien dat dokter Panka daar meer over kan vertellen. De afgelopen dagen, weken, maar ik heb zeker de afgelopen dagen veel verhalen gehoord van mensen die in een ernstige situatie zitten op de intensive care en zelfs overleden zijn. En die mensen die wilden zich wel laten vaccineren, maar zijn daar op een of andere manier niet aan toegekomen. Je moet er niet aan denken. Maar dat is dus wel echt de realiteit van de mensen die, veel mensen die nu op de intensive care belanden. Kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.